Goedemorgen jongens, het is dag 6 en vandaag gaan we weer iets superleuks doen. Wij gaan namelijk naar de Salt Mine in Wieliksa. Ik heb van heel veel mensen gehoord dat het superleuk is en ook heel mooi is. Dus laten we gaan kijken hoe het eruit ziet. Let's go! We zijn aangekomen bij Salt Mine en we hebben net onze ticket gegeven, we zijn nu binnen. Dus ik ben echt benieuwd. En onze tourguide, nee het is geen tourguide, zag ik een taxi. Chauffeur. Chauffeur. Ja, hij is echt super chill, hij is aangekomen. Super aardig jongen. Oh my god, what the hell? We gaan dus maar minder dan 1% van deze hele Salt Mine zien. Holy shit. Zo. Wat vinden we ervan? Ja, ik vind het wel vet hoor. Ja, het is wel vet. Ik vind het echt gestoord. Het is wel echt heel mooi. Maar de stukjes die niet gerestaureerd zijn, die niet mooier gemaakt zijn, dat is echt vet. Ja, bijvoorbeeld je zag Jesus hangen toch, maar dat was gewoon letterlijk één keer geverfd. Dat is nooit opnieuw geverfd, dus dat is wel ziek. En we nemen de lift naar boven. In less than 1 minute zijn we boven. Hoe ver? What the hell? What the... Oh. This is crazy. Dus. Social distancing en stuff. Impossible here. We zitten in zo'n klein hofje. Zo'n klein hofje. Bro, dat gaat zo snel. Oh my god. Dat is zo snel. We made it. We zijn net uit de Salt Mine. Onze chauffeur is er weer om 1:30. En dus we hebben nog een uurtje. Het is nu 12:36. Het ziet er wel heel schattig uit, deze winkeltjes. Het zijn van die souvenir shops. Wij zijn nu echt uit het Salt Mine Museum. En ik vond het echt heel leuk om te zien. Het was een keer top. Ik vond het echt heel gaaf om te zien. Want eigenlijk in principe was alles, bijna alles gemaakt van zout. Zo de beelden, hoe ze dat allemaal hebben gemaakt. Ze hebben het allemaal uit lopen hakken, handmade gemaakt. Na de tour hebben we gelijk even als brave toeristen cadeautjes gekocht voor everybody. Friends and family. Yes. Heel leuk, heel leuk. En iets leuks gehaald voor opa en oma, want zij kijken onze vlogs sowieso. Sowieso. En ze reageren altijd, dus vandaar we hebben even wat leuke dingetjes gehaald. En we gaan ze onderweg naar de volgende bestemming, namelijk
Schindler's Factory. Yes. So we'll see you there. Ik sta nu voor Schindler's Factory. Als je de film Schindler's List hebt gezien, dan zou je hier achter, hier voor ons staan, wat foto's van mensen die dan ook in de film voorkomen. We zijn net terug van Schindler's Factory. We hebben een paar beelden gemaakt. Als je die film hebt gezien, is het wel heel leuk om te gaan. Daarnaast is het gewoon super informatief. Informatief, je ja. Je kan er echt heel veel informatie heel op doen. Heel veel informatie, ja. Je kan er uren zitten. Maar je kan er echt uren zitten, dat wil ik zeggen. Nu gaan we even wat middag eten, want we hebben niet gegeten nog. En we gaan even naar Sukienice. Yes, zo gezellig. Eigenlijk hebben ze vooral gewoon heel veel souvenirwinkeltjes. Dat is wel heel erg leuk om dingetjes mee te nemen. Allerlei dingen. Can I try it on? Zo, we hebben hele leuke spulletjes gekocht bij Sukienice. Wat lekkers eten. We gaan ook naar een vega restaurant. Dus die gaan we even zoeken. En dan zien we jullie daar bij het restaurant. Wij zijn weer in het hotel en we hebben net lekker eten gehaald bij Vega Kebab. Dus voor de foodies gaan we het even laten zien wat we hebben gehaald. Zo, we gaan even laten zien wat we allemaal hebben gekocht. Beginnen we even met eten en drinken. Dit is uber gezonde dingen, man. Ja. Dit is dus lavendel en dit is rozen. En het smaakt echt alsof die planten gewoon hebben gepureerd. Ja, maar op zich is het toch gewoon lekker. Klein beetje verzoet. En dan hebben we eten. We hebben twee dingen gehaald. This one's for you, denk ik. Veganistische kebab. Ja, ik vond de naam best wel leuk. Veganistische kebab. Vergat. That's me. We hebben twee verschillende gehaald al. Eentje is sowieso spicy. Ja. Wow. Dat is echt gewoon kebab. Check dit. Maar het zag ook echt uit gewoon echt als vlees. Volgens mij verkeerde kant zeker. Yep. Jezus man. We hebben één limited edition special of zo. En ik heb niet echt gekeken wat erin zat. Want er zit toch geen varkensvlees in, dus dat was prima. En deze was met mango. Met mango smaak of zo. Ah, eet smakelijk, hè? Mm. Proost. Proost. Ja, ik heb nog nooit zo'n zoete kebab gegeten. Het is echt zoet. Het is een mango. Dat, hè? Moet ik even beslissen nog. Weet je nog niet. I like. Nou, ik vind het jammer dat er niet echt sambal op zit. Ja, is echt lekker. Mag ik ook kijken? Corona. Ja. Het is dan zo lekker, man. Het is echt zoet ook. Niet normaal lekker, man. Ja. We hebben vandaag ook nog twee andere leuke dingen gehaald. Naast dat we wat leuke spulletjes hebben voor friends and family. Kijk, we waren dus naar Salt Mine, zoals jullie zagen.
En daarna kon je allemaal souvenirjes kopen. Wat dus allemaal te maken had met het zout. Je had allemaal kettingjes. En je had ook van die lichaamsproducten. Skincare, dat soort dingetjes. En dit is dus een Fizzy Bath Balm. Van zout gemaakt. Dus er zit dan zout in. Dat is super leuk. Die ga ik thuis proberen. Want dan zie je geen bad, hè. Dit is wel leuk. Dit hebben we dus bij Soekje Nietje. Daar hebben we het gekocht. En het is dus een schaakbord. Super top, kijk. Ik heb allemaal van die rode. Oké. Oh, sorry. Ik ga best van het eten. Ja, ik merk het. Ja, jij dit op? Ja, goed die. Wil je dan daar nog grapje van? Ja. Hoeveel? Twee. Doe maar. Kijk, ja, het is rode en witte. Ik vind het echt top. En die pionnen, kijk echt wat de kleine tikkertjes. Dat leuk. Stel, we zitten in de trein of onderweg, on the road. We kunnen gewoon even schaken onderweg. Gun goudje. Houden jullie eigenlijk van mukbangs? Volgens mij. Ik had het net, maar ik heb geen antwoord. Ja, je vroeg het echt. Zeg van, niet van laat me even weten of zo, maar je vroeg het echt van alsof je ging wachten. Kom dan. Maar. Het zou wel mooi zijn als ik hier toch opeens. Ja! Vind je het niet een beetje cringe of zo om mensen te zien eten? Ik kijk nooit mukbangs. Maar. Oh. Je hoort mensen gewoon echt een beetje. Toch? En eten is nooit charmant. Als ik mijzelf zie eten in jouw filmpjes, vind ik heel ongemakkelijk. Ik eet echt als een monster. Ja, ik vind het zelf ook niet zo chill. Vooral met kebab eigenlijk. Maar mensen. Het is echt niet slim dat ik hier nu weer ben. Ja. Van. Waarom? Blijf van mijn mango saus af. Morgen is alweer de laatste dag in Krakow. En daarna gaan we naar een nieuwe bestemming. Dus ik kan me voorstellen dat jullie heel benieuwd zijn naar. Alleen mensen die geabonneerd zijn mogen het weten. Oké, nou, wij gaan nog even genieten van het eten en dan we'll see you later. Peace. Dat kleine bijtje had een naam en heet Selina. S-E-L-I-N-A. Kleine bijtje. Selina. Kijk en abonneer allemaal.